Jongens, welkom terug bij een nieuwe video van Life Strange Before Storm. Het is vandaag zaterdag 13 maart 2021, 10 over 3 middags. En we gaan vandaag gelijk verder met Life is Strange Before the Storm, mensen. In de junkyard, ik vind het een redelijk saaie chapter om eerlijk te zijn in die junkyard. We zitten helemaal alleen, we hebben weinig mensen om mee te praten, we hebben weinig echt te doen. Dus ja, ik vind het gewoon een best wel saaie chapter. Mogen jullie best van mij weten, maar hey, all the more reason to get it done. Dus dat gaan we nu doen, mensen. Verder heb ik net Dying Light van Altered Melvin heb ik net afgekeken, mensen. Dus ja, die serie heb ik afgekeken. Ik ben hem eergisteren begonnen, volgens mij. 22 afleveringen, redelijk snel. Het was een miniserie. Ik iets van 4 afleveringen per dag. Iets van 2 of 3 uur per dag, Altered Melvin. Leuke serie, Dying Light, heb ik weer een keer afgekeken. En ja, dat was het. Laat me gewoon nu loesoe gaan. Nee, shut the fuck up. Nou, nu moet ik nog al die fucking tyfus dingen loeken. Ja, look. I should probably cover over this massive hole. Ja, verder is andere nieuwtjes, mensen. Minecraft Five Island. Job, je doet mijn game. Ben ik nog steeds bij dag 455. De anime The New World. Ben ik nog steeds bij episode 10. En verder heb ik dus geen nieuwe serie gekeken of zo. En ja, verder heb ik vandaag een beetje Minecraft gespeeld, mensen. En verder moet ik aan school werken eigenlijk. Heb ik geen zin in. Gisteren heb ik nog met iemand aan school gewerkt. In de avond was het redelijk gezellig. Uiteindelijk callden ze me gewoon op Teams en toen gingen we gewoon kutten in plaats van aan school werken. Maar dat maakt niet uit, we gingen eigenlijk op de boot klimmen, want ik wil even kijken of mijn gravity er nog is, want ja, dat vind ik redelijk belangrijk. Is mijn gravity er nog of niet? Oh, nice. Oké, to climb down, let's go. Chloe. Vind me alle shit, want ja, dat heb ik nodig, blijkbaar. Want eerst moeten we die car helemaal fixen en dan pas kunnen we die gravity doen. Want er is nog een gravity hero. Of course, er is sign. Deze kan ik niet gebruiken. Ik wil sowieso, hier lag een soort kleed, volgens mij. Ik wil dat meenemen, graag. Waar lag dat ook weer? Waar lag dat ook weer? Placemat, nou die... Waarom kan ik dit dan niet meenemen, man? Dat vind ik ook zo debiel. Hey, Titusoi, opschieten jij. Ik kon toch zweren dat hij een kleed lag. Gekleurd kleedje. Deze, beach towel. Nice. Ja. And look awesome doing it. In een broekzakkie. Die gaat in een broekzakkie. Leuk. Wat hebben we nog meer voor de taking? Even goed opletten. We hebben nog een light bulb nodig. Ik heb geen idee waar de fuck we dat gaan vinden. Light bulb, toy robot, yeah, sure, take for the taking. Light the way, robo bulb. Oh, dat is een light bulb, ja, of course. Oh, wow, easy win, optief. Ah, jammer, rip het robotje. En dan hebben we nog één ding nodig en ik heb geen idee waar we dat gaan vinden. Ik denk ook ergens iets in deze. Turn on. Turn off, shut the fuck up. En dan hebben we een fire poker. Oh, die kunnen we alleen maar looken. Wat hebben we nog meer nodig, mensen? We hebben nog één ding nodig om iets te coveren of zo. Dus we moeten even goed kijken. Misschien op die boot? Pirate flag? Kunnen we dit niet gebruiken? Wonder if there's treasure buried nearby. Kunnen we dat niet gebruiken of zo? Of ben ik nou debiel? Smut flag? Nee, hebben we geen energie aan. Put in green, dit. Take, hoppa. Geef hem maar. Four. Something. Easy win. We slopen gewoon alles. We pakken alles. Maar ja, mijn gisteren was dus wel gezellig. Vandaag heb ik lekker broodje hamburger gegeten. En ja, gisteren lekker patat. Lekker snoep. Lekker. En nu gaan we verder met de game, mensen. Wat heb ik vandaag gedaan? Eigenlijk vrij weinig. Ik ga niet werken vandaag. Ik ga lekker aan school. Ik moet aan school. En ja, verder was gisteravond dus wel redelijk gezellig. En verder heb ik aankomende maandag natuurlijk mijn praktijktoets waar ik helemaal geen zin in heb. Daarvoor moet ik nog heel veel voorbereiden. En dat is gewoon, het is junk. En verder heb ik dus Dying Light van Altered Melvin afgekeken. Ja, 22 afleveringen. Leuk. Ik weet niet wat mijn leukste aflevering was. Misschien episode 20 of episode 19, volgens mij klimmen maar. Daar schold hij tegen zijn moeder toen ze zijn kamer binnenkwam. Ik wist toch wel dat ik dat live zag en ik dacht echt van, what the fuck. Oké, fix. We fixen gelijk even alles, mensen. Want dan hoef ik niet terug te komen, Nero. Ik wil gewoon mijn gravity doen en gewoon naar Rachel gaan of zo. Of Rachel ontmoeten, want ja, ik vind het redelijk saai hier, eentje in de junkyard. Ja, dat is redelijk mooi, I guess. Ik vind het nog steeds fucking lelijk eruit zien, maar oké. Verder heb ik ook mijn kamer schoongemaakt vandaag. En mijn ramen en zo. Dus dat moet ook gebeuren. Was een beetje kut, maar hier is wat het is. En zo meteen ga ik dus aan school werken, ja.
En this nu gaat Chloe like erin. Okay. Rusted out shopping cart. Ja. Probably drives like one too. That's if it ever does drive. Chloe, je wees gewoon. Wees gewoon blij. Oké, okay, nice. Still. How sweet would that be? Waarom praat je tegen jezelf? Oké, Chloe. Oké. We worden gecalled door Rachel. Onze bitch Rachel. Wat een skere telefoon. Oh, Chloe, dat is niet de iPhone, of wel? Ja. Oh, ik vind de kleur wel mooi. It's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Wow. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? What about? Oh, like drugs? Christ. Gas, I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard, that's great. Oh. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank? Is everything cool? I'm not in trouble or anything, right? Toch? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Nee. Like, in general, or to you? We hebben een forest fire gestart. Oké. Okay. Helder, Frank. Ik vind het wel een mooie telefoon, ja. Alleen er is niet een nieuwe iPhone. En ons scherm is een beetje naar de tyfus. In ieder geval, Frank komt er zo aan. Maar nu wil ik eerst mijn dingen, mijn smoke break. Nou, dat wil ik dus niet doen, Chloe. Want je bent 15 jaar, stopt met smoken. Je gaat longkanker krijgen. Time maar daar heeft ze scheid aan. Nee, eerst een graffiti doen. Chance to make a first expression. Mystical. Mythical. Of eigenlijk mystical, maar oké. Okay. Chloe met die graffiti, jongen. Dikke rebel dat ze is. Alsjeblieft, wat gaan we schrijven? Illuminati, wow. Chill. Maar dit komt toch sowieso in onze auto? Of ben ik nou de bio? Oké, we hebben een nieuwe journal. Open. Ik heb geen idee wat we hier allemaal gaan doen. Mag ik gewoon loesten naar Frank? Of moet ik nu gewoon wachten totdat uiteindelijk ik iets doe en dan... Oh, what the fuck what is dat? Do we have here? Een beanie. Chill. Een fucking random beanie. Ik weet niet, werkt dat lampje überhaupt? Waarschijnlijk niet. This will do. Ik zou het nog steeds niet aandragen. Eerst even grondig gewassen, ja. En dan zou ik het nog steeds niet aandragen. Maar oké, okay, Chloe nakt het gewoon, chill. Wat dan? Singing Man. Cigarettes look fixing no... Fixing the truck is hard work. Time to kick back and... Honk. Doe dit het wel, ja toch? Of niet? Honken maar, Chloe. Ik weet dat je het wil. Doe het. Wow. Wat leuk. Straks ineens komen mensen hier van wat de fuck ben je aan het doen. En ja. Oh, Rachel. Nice. Oh, nice. Dit heb ik al gezien. Jammer. Ik was helemaal blij. Smoke dan maar. Het moet maar. Het moet om de story verder te gaan. Moet Chloe er gewoon eentje op steken. Ook als ze 15 jaar oud. Lekker bezig, Chloe. Nee, dat is echt het domste wat je kan doen. Maar oké. Okay. Ik beslis niet over jou. Je mag lekker zelf doen wat je wil. Als je maar niet bij mij smokt, want ik wil geen fucking die al die shit inhaleren. Dat doe ik al genoeg op mijn school. Dus ja, YOLO. Dikke YOLO in de reenhoekvinger zou altijd Melvin zeggen. De muziek vond ik wel altijd tieten geil aan deze game, echt waar. De smoke in de achtergrond van de ding. Hele natuur gaat naar de tyfus. Wat een mooie junkyard, wow. Wow, dit is wel calmly, ouwe. Mooi nagellak, though. Ik zou niet in slaap vallen met een brandende sigaret nog in een auto naar het zonnen. Gaan we pitten? Chloe, waarom kijk je zo? Jongen, kijk hoe die Chloe kijkt nu. Lijkt moe, maar alsnog, ze lijkt echt dikke stoner. Maar is ze ook alleen echt alsof ze nu stoned is. Maar dat is ze niet. Zover ik weet. Zover ik weet niet. Want we hadden geen weed kunnen scoren in de school. Dus ja, ze is inderdaad niet stoned. We gaan verder, mensen. Verder met de game. Verder met de vogel in de loading screen. En we gaan het avontuur aan. Holy tit, het is nu nacht. Denk ik. Wat de fuck gebeurt er? Oh my god. Shit. I slept all day. Nee, dit is gewoon een drugsvisie of zo. Kijk dat oog. Dat oog is aan het. What the hell? Bro, ik zag jou nou net wel. What is going on? Ik weet echt niet wat de fuck dit is. Wie is dat?
Volgens mij is dat onze vader weer, William. Die loser, man. Die valt me de hele tijd lastig. Laat me toch eens met rust, man. Je bent fucking dood. Ja, ik wil niet hard klinken. Alleen je bent een game character. En ik weet niet wat je in Chloe's mind doet. Alleen het is niet echt gezond voor haar. Of het helpt er niet. Dus what the fuck are you doing, bro? Nice. En het vuur. Ja, het vuur gaat redelijk... een kampvuurtje. Een forest kampvuurtje hebben we gesticht. Nou, dat hebben wij niet gedaan. Dat heeft Rachel gedaan. Dus niet mijn probleem. Verder heb ik CSGO al tientallen niet meer gespeeld. Mensen meer, of bijna een week niet meer. Nee, ik heb waarschijnlijk mijn rank niet meer. Dus hey, ik heb er gewoon geen tijd voor en ook geen zin voor. Dus ja, RIP Silver 1 gameplay. Die... Ik was toch shit, maar... Maar ik vind het wel jammer, weet je. Jammer dat het zo moet lopen, ja. Fuck up, bro. Wat is er? Met je marshmallow. Look. I wonder if it burned like this the day. The day it happened. Holy tieten, man. Stick, Do look. Do I feel like roasting a marshmallow? Ja, als het goed is, hier hebben we ook weer random shit. Like, what the hell? Escape the day hebben we hier. And Max, you got kicked out of Blackwell. Well, I don't think we can be friends anymore, if we ever were. Yeah, do you realize what happens to students when they leave Blackwell? Their parents die. Tick tock, tick tock. Okay, gekke bitch. Shakespeare, I'll trade your father for Rachel. I need her to be a star, my star. Okay, rare. A raven call. Okay. Die hebben het helemaal lijp eigenlijk. Die 39 EM ook. Dat vind ik ook een grappig ding. Oké. Helder. Dad. Fuck bro. I miss him. So much. Dit is al zielig. Take the marshmallow dingetje. We gaan roosten met je, bro. Waar is een marshmallow dan? Marshmallows roosten is wel fucking leuk eigenlijk. Eerst marshmallow stab. Maar eerst wil ik met haar praten. Hallo. Holy shit, dat was anticlimactic. Anticlimactic. Nou, nu wil ik met William praten. Fuck up, bro. Wat doe je hier? En nu wil ik met je speak. Ja. Dad? Ja. What are we doing here? Dat vraag ik me ook af. En wat de fuck doet die raven, man? Kutkraai. Ik weet nog steeds niet wat het verschil is tussen raven en kraai. Speak, hallo. Klootzak. Are you trying to tell me something? Ik snap echt niet hoe dit gebeurt in Chloe's hoofd. Like... Als je zo'n visie hebt, zo'n levende visie, dan... Holy tieten, man, dat heb ik echt nog nooit gehad. Kan ik nu gewoon Lusu gaan? Want Roos, ja, yeah, I guess Roos en Marshmallow. Mag ik dan weg van dit? Of niet? Want... Echt, like, what the fuck is happening? Kan ik dit aan hem voeren of zo? En dat het dan ineens wel goed gaat? What the fuck is he doing, man? Ik ben zo confused. What's happening? Amazing, isn't it? I can't look away. Waar heb je het over? Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. Mesmerized. Ik weet geen eens wat dat woord betekent. Niet zo moeilijke woorden gebruiken, bro, alsjeblieft. Ik ben dom. Iets van mesmerized, soort van surprise of zo. You're echt so like... drawn to it, you don't even realize the danger. Nee, dat denk ik niet. Danger? Danger, danger zo. Fire blinds us. Oh. Just like darkness. What? But darkness blinds with absence. With loss. And fire with light? What does fire blind warm? With? Als ik het goed heb, hè? Oh, beauty, wow. En dan gaat hij nu ze. Wow, ik vind dat echt een coole transition, ja. In een game. Dat is episch. Dat is episch. Sometimes there's a gast, wat lul je nou? Yet to come. Oké, Chloe heeft echt drugs op ofzo. Ik snap niet hoe ze deze visioen niet kan hebben. Like, what the hell. Ook zo levendig. Like, what the hell. Fire is jealous, Chloe. Nou. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Oh, waarom is je stem ineens vervormd? Careful of what? Oh god, zijn gezicht. Of getting burned. Oké. Like Chloe, man. Als je dit hebt, dan is het... Dit is echt zo meer een soort... Ook nog een soort of horror
dingetje, element to it, dan Life is Strange normaal. Like, wat de hele tijd die visioen met die dad van Chloe en wat die zegt en wat in Lapjournaal staat. Lapjournaal. In haar journaal met dat Max zich opgehangen heeft en zo, al die messages. Dat is best wel dark, ja. Dat had je in Life is Strange niet. Je had natuurlijk wel Jefferson die kidnapt en zo'n Rachel die dood is gegaan, maar niet dezelfde soort dark. Oké, wat hebben we? Wat hebben we? Holy tita. Rachel. My girl. Fuck up, bro. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. Ah, nou, dat heb jij toch al gedaan, dus fuck jou, Rachel. Easy win. Hallo. So, are you gonna invite me in? Or what? Kom binnen. Kom I binnen. I love giving rides to strange drifters. Yes. Hop in. Drifters. Dat, Drifters heet ook een anime en die is echt fucking episch. En die geeft me een knipoog, Rachel. What the fuck? Je hebt je bag al gepakt. Gepakt. Wat de? Dit gaat niet. Oké. Ben je impressed of niet? Dit ziet er echt een beetje ongemakkelijk uit, ja. Ik krijg een Snapchat binnen. Damn, you've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. A rainbow towel? Ja, dat heb ik gevonden. A cool blue light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Inderdaad, Rachel. Ben je impressed of niet? Ahead. Ben je impressed of... This is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. Ik ga snel. Ik ga heel snel. I hope. That's the hope. Nee. But it doesn't exactly. En we hebben ook geen rijbewijs, man. Hoe wil je dan dit ding rijden? Like, what the hell? And while you're at it, we're also gonna need some money. Some money? Buy stuff. Nou, ik heb geen baan. Car and money? Anything else you'd like? Sick. What the? Luckily, there's no rush. Okay. True. Hoezo niet? And no Blackwell. Niet voor mij in ieder geval. Holy shit. Yeah. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually suspended you. Hij is een beetje een lul. Really? Yeah. I'd say it's like the most believable thing that's ever happened to anyone in the history of forever. Okay, helder. I'm just helder. So pissed about the play. How could they let Victoria Chase jack your role? I know. Because life is a tale told by an idiot. What? Full of sound and fury, signifying nothing. Wat lul je nou, man? Yeah. Totally. Rare Rachel weer. Rare filosofie. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Yeah. Shit got pretty wild. A wild fire. Yeah. Ash? Last I checked, you're the one who went all Puff the Manic Dragon on that tree last night. What were you thinking? I was angry. Oh. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But come on, doesn't accomplice sound way cooler than accessory after the fact? Dat klopt. Is that klopt. The official Arcadia Bay DA's opinion? Nice. Ik bedoel, Chloe klonk een beetje boos van jij hebt het gestart, maar oké. I'd be way happier going to jail than having to live at home with dictator David. Ja, we kunnen waarschijnlijk, maar we zijn wel minderjarig, dus hey, this morning. YOLO. We kunnen niet naar de gevangenis gaan, volgens mij. Chloe, that's awful. Ze praat net alsof iemand dood is, man. Alleen iemand komt move in. Therapy. Ja. Therapy. Ik ben je therapeut. Ja, kom, kick kom. Kick back and tell me what's bothering you. Oké, helder. Well, doc. Dr. Rachel. Blackwell. I've been booted from school and gewoon scheid hebben. Sure what to do about it. Nee, grapje. You mean how to cope with your feelings of anger and disappointment? No. Oh. I mean how to express my feelings yes! of intense joy. Chloe. Do you think you might be taking this a little too well? Ja, inderdaad. Je hebt geen school, me. Chloe. Je bent echt dom. I'd say I'm exceptionally well adjusted. Nee, I'd hoe ga je laat een baan vinden, man? What the fuck? That no one's ever called you that before. Nee, dat klopt. Touché, doc. We worden gewoon geroost. Fire. We gaan wel alles praten, so, come on. My new friend, who everyone thinks is perfect, did something... My new friend, new girlfriend, moet je zeggen, bro.
Je weet ook niet wat je aan die dokter moet zeggen, man. Dat Chloe. This perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Someone who is also, may I add, a knockout in the looks department. Ze zit te flirten, bro. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning. Okay, Rachel, je zou jezelf neuken, dat hebben we nu wel door, maar kalm even wine from yuppie picnickers? We hebben het wel gedaan. How not to give a fuck. Oh. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. Helder, ja. Nee, je moet gewoon niet janken, man. Al die mensen, die zeiken om niks. Ik ben een beetje klaar mee. There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks he's moving in with us. He thinks. How do I stop him? I'm killing him at GIF. That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Nee, eigenlijk niks. What am I talking to you for? Okay, that's some burn. Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. Inderdaad, we gaan hem gewoon een kutleven bezorgen. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Step dick. He's a step dick. Oh, because chill. He's overly sensitive and he thinks he's way more important than he net is. Zoals een dick. Ja, ik snap also, hem wel. Grappig. Loglooi. Dick. Handig. Poetic. Ja. May I also suggest stepladder? What? Stepladder? Why stepladder? What the fuck? Because he climbs on your mom every night. Ew. Ooh. And pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Okay, Rachel. Sorry. It's called shock therapy. Ik ben niet 18 plus. En dit zijn 18 plus onderwerpen. That was actually somewhat therapeutic. Thank you. Nou, I don't know. Ik vond het wel grappig wat ze zei. Maar ook wel best wel raar. Like, what the fuck? Because he climbs on your mom every night. What the fuck? Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. Scumbag? Ja, vertel het. Oh, nu gaat ze ineens depressief doen of niet? Oh, heftig. Waar moet ik hier nou mee, Rachel? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just... I don't know. Kom maar, bro. Ik ben je shoulder to cry aan. Can we talk about something else? Okay, dit gaat heftig worden. Dit gaat of heftig course. Worden. The truck! Ja. I kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills. Something I've really tried to avoid. Inderdaad, upshot, Rachel, kom even iets dichter, I'm closer to becoming a car thief. Je nek breekt nu bijna, That's lijkt pretty it. Badass. Inderdaad. Jongen, dan moet je wel een beetje meespelen, Rachel. Dan moet je niet zeggen, oh, pretty badass, en dan je bek houden. Ja, dan kan ik ook weinig, Rachel. Dan kan ik weinig. Ik wil je opbeuren, maar Do nu kan ik weinig. There's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? Oh. You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. Inderdaad. Bitchy. I wasn't talking about me. Oh. My dad... doesn't really exist. You saw him in Wells's office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything Je moeder in my is life aardig, is bullshit. Bro. Ik zweer. Je moeder is koude aardig. He's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? Niet cheaten. I won't let you easy. You just need someone around who likes you for who you are. Dat ben ik. Dat ben ik. Chloe Price. When needed. Let me know if you find any candidates for the job. Ik ben het. Me. Nou, dat gaan we niet zeggen. Oh, nu... Zij wel een... Playtime. Oh. Gotta go clean out my dressing room for Victoria. Playtime? Not exactly the role I thought I'd be playing tonight. Oh well. Kut, ze is echt depressief, man. Wat hebben we gedaan? Eigenlijk hadden we gewoon... wij moesten de blame pakken. Alleen verdomme, ik was natuurlijk dom. Oh. I was thinking that after the show... Maybe we could go do something. Yeah. Just you and me. Dat something nu... criminal. Nee, gewoon iets leuks. Fun. Oh, wat dan? I'm in. Dus kom maar, we gaan ook met Elliot. Of waarschijnlijk gaan we dat niet doen, want iedereen behalve Rachel Wait, in deze game you is compleet kut. Oh. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe. Fuck it, bro. Kwam die Frank niet naar ons toe of ben ik nou de biel? En wat doe je... Waar ga je nou heen?
Oh, je gaat natuurlijk naar je play. Alleen, come on, bro. Je laat me nu wel achter. Vind ik wel een beetje jammer. Wat zit er in die tas? Oh mijn kappen. Dit wordt ons nieuwe home, bro. Dit Hello, wordt... Junk Shack. Fuck up, bro. Maar Rachel is dus nu loose en nu zijn we alleen in de junkyard. Oh. Ik wil even weg van de junkyard, jongen. Gadverdamme. Mikey! I heard you got a suspended sword. Yeah, I rolled a one against the whales. Get it? Steph says you're a nerd. Thanks, Steph. Fuck jou. Wat ga je zeggen dan? Wat ga je zeggen? Time to check out Rachel Amber's mystery bag. Oké, kan dit kutting alsjeblieft uit? Fuck off. Eerst wil ik graffiti doen, dat is het belangrijkste. Even een graffiti. Ja, maar nee. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als het te lukken, video van laten een blad even boven achter. Abonneer de kanaal naar beneden. Comment de kanaal naar beneden. Het vuur sloopt nog steeds alles. Dying Light afgekeken, mensen. School. En ik moet verder met het leven, ja. Hamburgertje gegeten. Lekker chill. Veel gedaan. We hebben Rachel ontmoet. Een beetje therapeutisch gepraat. Ze heeft ons een what the fuck gezegd over David en zijn stepladder. Dat kwam een beetje out of nowhere. But it is what it is. Praktijktoets met zijn school. Kut. Minecraft. Let's go. Later, mensen.